daar en daar te bedienen om hem rond zijn as te doen. Zie je? De rode koren, je ziet dat die ook veel dikker zijn. Zie je? Die dienen voor het landingsluik van boven eruit halen. Dat is als we gaan landen. Dan gaat heel die cirkel. Deze hebben de ballon open halen. Nee, deze zijn gewoon. Kijk, als ik hier aan trek. Dat is gewoon een beetje te draaien. Nee, niet sturen. De ballon blijft vliegen en we draaien rond onze as. De ballon doet dat ook zelf, door omhoog naar beneden te gaan. Zie je die klippen daar aan de zijkant? Ja, ja. Als een man de rood en, aan de groen en het zwart trekt, dan gaan die klippen eigenlijk open aan de zijkant. Dan gebeurt dat, de warme lucht gaat eruit. En dat is een beetje wat die kutmotor aan de straat. Ja, dat duwt eigenlijk de ballon op. Hi oma, hi opa. Tristan. Tristan, waar are you, bebé? Tristan, kan je bij de foto? Tristan. Hi, Bubs. Nou, opa, this is a video. We're in the sky. Hello, Keno. Wait. Hi. Hi, Sudart. Danny. Hi, bro. Hi, sister. Hi, princess. This is my family here in Belgium, the Vandenbroek family. Now we're flying in the balloon. And that is my mother and my father-in-law. And that's the other balloon. A view from the top of en het zou de hot air balloon als voor Bravo Zulu Mike this morning hadden jullie. Dus mij wel helemaal de richting van Lorraine. Helemaal richting de Zulu Mike just for an equipment check. Nee, daar zitten we snel vliegveld fouten over. Vandaag hebben we richting Brecht meer. Zulu Mike, dat kan je niet bereiken. Dat kan je niet bereiken. Yeah. That's correct, yeah. Thank you, and I will stay out of this. We're landing in Stefan's chalet. Really? Really? Now we're going to land it in my sister's place. Okay. Recht op tijd.